Antonio Stankov, jullie hebben uiteraard wel meer verloren dit seizoen natuurlijk. Maar was dit op afstand de zuurste nederlaag tot nu toe? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat we gewoon vandaag hadden moeten winnen. We speelden goed. We speelden compact. Ik denk niet dat Go Ahead heel veel kansen had. De tweede helft gingen ze ook alleen maar lange ballen spelen. En ik denk dat we ook 2 penalties verdiend hadden. En de goal die afgekeurd werd. Want dat is eigenlijk het moment waar alles en iedereen het nu over heeft. Wat is er in jouw ogen gebeurd daar? Waar Samouri leek te scoren of een eigen doelpunt? Ja, dat weet ik niet. Kijk, ik stond heel ver vandaan. Maar ik dacht dat het eigen doelpunt was van Go Ahead. Dus ik weet niet hoe je dan bij het spel kan vlaggen. En hij liet ons eerst nog juichen. 2 minuten en na 2 minuten dan pas gaat zijn vlag omhoog. Ja, dat begrijp ik niet. Ja, kan je dan enigszins je emotie beschrijven op dat moment? Want je staat met z'n allen daar in de kou en dan gebeurt dat. Ja, ik was al geïrriteerd en teleurgesteld dat we al 2 penalties verdiend en die kregen we niet. En dan gebeurt dit ook nog. En dan denk je, oké, goed, gerechtigheid, we scoren uiteindelijk, is ook prima. En dan vlaggen ze hem voor buitenspel, ja. Dan is het gewoon extra zuur. Want valt verder jullie je niets te verwijten vandaag met het spel wat je hier op de mat legt? Sorry? Valt jullie verder niets te verwijten met het spel wat je op de mat legt? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat iedereen vandaag heel erg zijn best heeft gedaan. Iedereen gestreden heeft. Iedereen wil gewoon graag winnen. En dus ik neem het niemand kwalijk van mijn team. En je mag toch ook wel een assistje bij schrijven? Dat was ook een heel mooi moment. Ja, daar ben ik blij om. Maar goed, dat is niet. Uiteindelijk sta je wel met lege handen. Dus thuis. Heb je het wel een beetje verbaasd hoe lang jullie het vol hebben gehouden en hoe goed het eigenlijk ging? Of ging het eigenlijk gewoon precies volgens plan? Nee, ik denk dat het gewoon volgens plan ging. We hadden afgesproken om compacter te spelen en dan proberen op de counter iets om daar een aanval op te zetten en dan te scoren. En ik denk dat de eerste doelpunt was prima. En ik was gewoon tevreden hoe het ging. Alleen ja, jammer dat we dan met lege handen staan. Wat dacht je toen je oud-ploeggenoot erin kwam en die meteen naar de spits rende? Ja. Dat heb ik ook wel eens bij Dordrecht meegemaakt, dat hij af en toe mee naar voren ging. Maar hij heeft een mooi doelpunt.